Hartelijk bedankt voor de goede wensen. Hartelijk bedankt en een hele, hele dikke zoen. Hartelijk bedankt voor het peper- en zoutstel. Dat had je nou toch echt niet hoeven doen. Ineens plopt dat liedje uit die sketch van André van Duin in zijn gloriejaren vanuit het onderbewuste naar het bewuste. Dat komt door het lijstje dat we zo even per mail kregen toegezonden. Want het jonge stel, de mannelijke helft is synchroon groot geworden met onze oudste zoon, gaat binnenkort trouwen. En om nu te voorkomen dat ze spullen gaan krijgen die ze niet willen krijgen, hebben ze een wensenlijstje in een app verpakt. En om het nu voor iedereen helemaal eenvoudig te maken, kun je direct doorklikken naar winkel of webshop waar het betreffende item voorradig is. Mocht je daadwerkelijk overgaan tot aankoop van een cadeau, dan kleurt de link van groen automatisch naar rood, waarmee het dan voor iedereen zichtbaar is geworden dat iemand er werk van heeft gemaakt. Handig. Hoewel zij en ik van aards misschien een tikkeltje behoudend zijn, leven wij nou ook weer niet in de middeleeuwen. Wij snappen best dat enig pragmatisme in huwelijkscadeaustroommanagement teleurstellingen en vervelend ruilgedoe kan voorkomen. Dus gaan we er eens goed voor zitten, voor die app dan. Moet dat die design wasmand van €199 worden? Of het industriële design vliegengordijn met geborsteld stalen slingers aan raison van €219? Of toch liever die design tafellamp van die gerenommeerde IJslandse designer? Die is wel ietsje minder goedkoop, maar valt reuze mee, toch net nog in €400. Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt? Is dit normaal? Een wasmand van €199? Wat mis ik? In een wasmand gaan toch sokken en vuile onderbroeken? Of hebben ze die niet meer en zetten ze een wasmand daarom tegenwoordig op een sokkel in de woonkamer om er bewonderend naar te kijken? Haar linkervoet wiebelt. En dan weet ik dat ze zich een beetje opwindt. Want ik ken haar. Want we zijn al een poosje samen. Weet je nog hoe wij begonnen op ons eerste flatje? Vervolgt ze zonder dat ze direct antwoord op haar open vraag verwacht. Wat een mazzel hadden we. We hadden geen cent te maken en kregen zomaar een derdehands tweezitsbank, inclusief twee doorzitkuilen van de onderburen cadeau. Niks design. Maar zitten, dat konden we wel. En wat waren we er blij mee, hè? Jezus, wat een idioot duur leutelijstje, zeg. Ze moet ademhalen en daarom valt ze even stil. Ik benut dat kleine momentum met het voorstel om er eerst maar eens een glaasje designwijn van de Appie Arisson 6,95 de fles in te gieten. In haar en mij dan. Want het is verdorie niet alle avonden zaterdagavond. Op een werkdag, ergens in de volgende week, zouden we dat voor haar bloeddrukverhogende lijstje ook nog wel eens aan een nadere beschouwing kunnen onderwerpen. Tijd genoeg, zeg ik. Laat gaan. Het helpt. Twee ferme slokken doen wonderen. Met een diepe zucht hervindt ze haar doorgaans milde stemming. Ik moet ineens denken aan de spullen die wij samen hadden toen wij net begonnen. Wat een gezellig samengraapzootje was dat eigenlijk. Weet jij nog dat jij een ontzettend leuk kastje voor die afgedankte televisie die we van mijn oma kregen gemaakt hebt, zegt ze, terwijl ze afreist naar de achterkant van haar ogen. Stel er niks voor, was zo gepiept, antwoord ik stoer, terwijl ik ons bijschenk. Met twee door jou creatief beschilderde patioblokken als basis. Zo noemden ze dat toch, die rare stenen? En daaroverheen die mooie planken van die gammele Art Deco boekenkast. Waar ik op de weerseloze markt door de handelaar mee genept werd. Zodat dat eigenlijk een gammele nep Art Deco kast was. En die op een zondagochtend zomaar spontaan in elkaar stortte. Omdat het ding ook nog eens totaal verzadigd bleek van de houtworm. Maar waarvan ik toch nog twee wormvrije nep Art Deco boekenkastplanken wist te redden. Et voilà. Ondanks dat het woord design mij volledig vreemd was, zag een einzigartig televisiemeubel het levenslicht. Die planken en blokken moeten nog ergens op zolder liggen, bedenk ik ineens. Ik ga gelijk even zoeken. We kunnen er misschien nog wel iets aardigs mee. Als plantentafeltje voor in de tuin bijvoorbeeld. Er zal een ander plantentafeltje voor in de tuin moeten komen, want natuurlijk vind ik niets terug. Waarschijnlijk is het einzigartig televisiemeubel ooit in een opportune bui van opruimwoede verloren gegaan. Wat ik wel terugvond en waar ik helemaal niet naar op zoek was, is dat verloren gewaande mapje met foto's van dat nooit te vergeten feestje dat in onze flattijd uitbundig ontspoorde omdat zij 25 jaar jong werd en waar wij met onze nooit te vergeten vrienden in diepe devotie het heilige geloof in onze eeuwige jeugd predikten. Dat laatste doen we 34 jaar later, hoewel misschien ietsje minder uitbundig, met enige regelmaat nog steeds.
Toenemende leeftijd gerelateerde angst voor 1 of 2 dagen brakheid kunnen daarbij niet bij voorbaat als excuus geaccepteerd worden. Bij een gedeeld geloof horen nu eenmaal ook gedeelde offerandes. Met een vrolijk gevoel neem ik het mapje foto's mee naar beneden. Ik zie dat zij zich ondertussen opnieuw over dat vermalen dijde cadeaulijstje gebogen heeft. We kunnen ook een luxe champagnepakket geven, oppert ze. Is maar €119,50. Direct afteken, zeg ik. Ik hoop dat ze die fles op een uitbundig feestje majoor maken. Want kijk er eens hier. Hier word je denk ik blijer van dan van dat suffe lijstje van ons peper- en zout designstil. Ik kwak triomfantelijk het doosje met foto's op tafel.